het is even geleden. Volgens mij is iedereen, de stemming is positief. Mensen zijn blij om weer eens een keer rond te kunnen kijken wat er allemaal wat de ontwikkelingen zijn. En ik moet zeggen dat ik het zelf ook hartstikke fijn vind. De opkomst vind ik eigenlijk hartstikke goed. Al veel leuke contacten gehad vanmorgen. Als van ouds weer gewoon mensen ontmoeten is natuurlijk super leuk en het is onwijs enthousiast. Iedereen heeft er zin in en leuke vragen, leuke oplossingen. Echt super gaaf. Het trekt natuurlijk heel veel bedrijven, groot en klein, innovatief, concepten die we hier kunnen zien. Dus voor mij en collega's is het heel prettig om hier rond te lopen. En ik denk ook het verhaal te vertellen aan de experts, hè, de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Heel goede kans is. Fantastisch om heel veel partijen uit de markt hier ook bij elkaar te hebben en te spreken. Want het zijn toch soms wat gescheiden werelden, overheid en bedrijfsleven. En ik probeer die juist heel dicht bij elkaar te brengen door met elkaar in gesprek te gaan. En volgens mij is het echt van cruciaal belang om ook gewoon praktijkervaring te kennen. En welke alternatieven wel mogelijk zijn, welke niet. Welk gevoel daar ook bij heerst en welke kennis daarover is. Dus ik kom hier heel graag. Ja, MPAC is denk ik de belangrijkste beurs in Nederland op het gebied van verpakken, einde van de lijn productiesystemen. En ja, voor ons is het eigenlijk altijd heel succesvol en gezellig gebleken om nieuwe klanten en bestaande klanten te mogen ontvangen. En als je dan eindelijk weer hier staat, dan denk je van het is een surrealistisch beeld op het begin. Maar je staat er een half uur en het is ook weer normaal. En je merkt dan iedereen dat ze het netwerkje gemist hebben. Aan alle exposanten op MPAC, Logistics Automation, de bezoekers die er zijn geweest, echt ontzettend bedankt allemaal.